De leden van Provinciale Steerten hebben vanmiddag haar stem uitgebracht voor de Eerste Kamer. De leden van de Friese Steerten kiezen, zal ik wel verwachten, weer al jaar voor haar eigen partij. De uitslag van de Eerste Kamerverkiezing is belangrijk wijze voor de toekomst van het kabinet. Verslagjouwer Auke Seldrus die is in het provinciehuis. Wie bij de stemming? Auke, hoe zit dat eigenlijk? Krijgt maar het belang van deze verkiezing voor het kabinet? Nou, het kabinet had uiteraard een meerderheid in de Tweede Kamer, maar net in de Eerste Kamer. En ik net naar deze verkiezings, want ik de gedoogpaters, als je die erbij optellen, dan hebben ze die meerderheid dus net. En dat betekent dus dat bij elk plan dat inchinnen wordt, dat het dreig worden zal om dat toch de Eerste Kamer te krijgen. Hoe verroen die stemming van de midden daar in het provinciehuis? Dat wie toch wel een officieel barrière in de Steertenzeelen, in Jouwt, likas in alle provinciehuizen in Nederland. 43 steertenleden die mochten haar een stem uitbrengen. En dan met een reet potleert, twa bij twa. En dat kon allemaal vlekkeloos. Elkenien stemde hier in Friesland op zijn eigen partij. Dat waren likwijls net in Flevoland, werd een PvdA op een SP'er stemde, maar hier in Friesland stemde elk steertlid op zijn eigen partij. We zien hem niet zo even zitten, commissaris van de Kening, Joris, maar hij ziet deze stemming voor. Hoe denkt hij eigenlijk over die Eerste Kamer? Nou, hij vindt het toch wel wat nieuwer, hè, dat de mensen hier in Friesland, de steerteleden, een orgaan kiezen moeten, waar ze eigenlijk verder niks mee hebben. Er binnen geen verantwoordelijkheden oer en wer. De oorstand is heel groot, maar toch mag je dat kiezen. En bovendien heeft hij ook wel een mening over de politieke kleur die de Eerste Kamer de laatste jaren krijgt. Want daar vindt hij het volgende van. Allemaal heigerig en de druk wordt elke dag wordt grutter op de politiek en dus ook op de Eerste Kamer. Maar de Eerste Kamer die moet staan horen, die moet zeggen van jongens, wij doggen net mij met dat ja, de heigerige gedog, dat opportunisme, want het gaat om mensen, het gaat op uw samenleving en daar is geen ruimte voor maar eventjes een fout maken en dan een flater maken en dan vervolgens met de problemen zitten. Ja, dat wie de commissaris. Auke, zitten er eerste Kamerleden uit Friesland bij die nieuwe senatoren? Ja, zat het liekert binnen dat de treien. Luc Hermans van de VVD, het Beets is weg. Hendrik ten Hoeve uit Stiers voor de onafhankelijke senaatsfractie. En Joop Atsma van het CDA, hij stiert op nummer 10, maar komt er naar alle gedachten in. Ja, dat zult nog even afhangen dus van die definitieve landelijke uitslag. Wanneer wordt die bekend? Over twee dagen maakt de kiesraad de officiële en definitieve uitslag van de Eerste Kamer bekend. Oké, Auke Seldrus in het provinciehuis. Bedankt voor dit moment.